Conflicten in een bedrijf moeten opgelost worden. Er zijn verschillende manieren voor om dat te doen. Dan hebben we het over de stijlen van conflicthantering. Er zijn 5 conflicthanteringsstijlen. Er zijn stijlen die mensgericht zijn. Er zijn stijlen die doelgericht zijn. Het ontlopen, laat het duidelijk zijn. De relatie met de medewerkers doet er niet toe. Je hebt geen standpunten. Ja, het kan effectief zijn als het onderwerp niet belangrijk is. Toedekken. Je eigen doelen en belangen hebben dan weinig waarde. De relatie met de medewerkers, dat is eigenlijk het belangrijkste. Belangrijker dan je bedrijfsdoelen. Je geeft dan de ander gelijk. Je probeert de vrede te bewaren. En maak je eigen belang hieraan ondergeschikt. Forceren. Ook duidelijk. Je eigen doelen en belangen zijn dan belangrijk. De relatie met de medewerker doet er dan niet toe. Vaak wordt deze stijl gebruikt als er weinig tijd is voor het conflict. Of als onverhoopte organisatie moet worden gered. Confronteren. Je eigen doelen en belangen zijn erg belangrijk. En de relatie met de medewerkers is ook belangrijk. Je richt je op de ander en op jezelf. Samen wordt een oplossing gezocht. Dat kan effectief zijn als er al een hele goede samenwerking is. Het compromis, dat is echt een tussenoplossing. Er wordt een matig belang gehecht aan zowel de eigen doelen en de belangen als aan de relatie. Er ontstaat een verlies-verlies situatie omdat beide in moeten leveren. En het kan effectief zijn als er ook snel een tussenoplossing moet komen. Of als er toch tijdsdruk is en je toch samen moet blijven werken.